Maar waarom zijn ze niet eerder met gewoon stalen boten begonnen? Ja, dat is misschien dat is door de droogmaker gekomen. Oh ja. Toen die Amsterdijk erdoor ging, niemand wist wat er precies zou gaan gebeuren. Nee. En of die zoetwatervisserij voldoende op zou leveren. Hm. Dat wist niemand. Nee. En het geluk is denk ik geweest. Want die eerste jaren na de Afsterdijk waren niet zo best voor die vissers. Maar toen kwam de oorlog en gebrek aan voedsel. Dus die visserij leefde helemaal op. Er zijn hier plaatselijk zijn er, ik denk wel 15 noodvergunningen uitgegeven. Zo, om te van mogen van mensen die ergens op een fabriek werkten, die teruggingen weer de visserij in. Ja, precies. Ja, natuurlijk. En die zijn na de oorlog zijn die vergunningen meestal weer ingetrokken. Ja. Ik denk dat er maar één overgebleven is. Die doorgegaan is toen. Van die mensen die een noodvergunning hadden. Ja, ik heb nog met, hoe heet die, Dickie Hopman. Dat is een oude buurman van mij. Ja. Die had zo'n stalen boot, weet je wel. De berenboot heette dat geloof ik. Ja, toch? Maar die heeft ook nog lang gevist met zijn broers, toch? Ja. Ja. Want daar ben ik wel eens mee geweest. Maar die kreeg ook de vergunning van zijn vader, hè? Oh, zo ging dat natuurlijk. Zo ging dat. Ja, van vader over op zoon. En die vader die is ook tot hoge leeftijd aan boord gebleven. Oh ja, die heb ik nooit gekend. Die heb jij wel gekend natuurlijk. Ja, en dan gaat dat. Kijk, ik heb een zwager ook gehad, die nam ook de vergunning. In 1948 de vergunning van zijn vader over. Met de consequentie dat degene die zijn vergunning afgaf aan zijn zoon, die kreeg geen Zuiderzeesteunuitkering. Oh ja. Want dus, hij kon vissen, dus. Dus die oude baas, die had je eigenlijk een beetje op je nek. Ja. Min of meer. Ja. Ja. Dus je moest eigenlijk zo verdienen. Ik denk dat die mensen, dus die kregen toen 17 gulden per week als uitkering. Als ze de vergunning inleverden. Ja. Maar ja, dat Die moet je dan zelf wel ophoesten. Ja. Moest dat. Ja. De man heeft geluk gehad. Ja, ik moet heel vreemd uitdrukken, maar mijn zwager heeft geluk gehad eigenlijk dat zijn vader nog maar 1 jaar geleefd heeft. Nee, ik snap hoe je het bedoelt. Ja, ja. Natuurlijk. Kijk, mijn vader is bijvoorbeeld 93 geworden. Als je dan vanaf 65 jaar tot het einde van zijn leven dus voor een uitkering voor zijn man moet zorgen. Ja, dat zijn en als er dan en er kwamen slechte jaren in die IJsselmeerwisserij, dan is dat gewoon niet meer haalbaar. Nee, dat snap ik. Dat moet allemaal opgebracht worden. Vandaar zijn uitdrukking, je krijgt mijn vergunning niet. Nee, nou snap ik het. Ja. Met andere woorden, want dat kun je nooit opbrengen. Nee, nee. Maar ja, er zijn dus in die goede periode dat er veel vis werd gevangen, maar dan kregen de mensen toch ook niet. Die goede periode heeft geduurd, zeg maar, vanaf 1940 tot 1955. Ja. En toen ging het mis. En toen ging het naar beneden. Ja, precies. Ja, in de oorlog werd er gewoon doorgevist. Ja. Natuurlijk. Ja. Die Duitsers die lusten ook wel een visje, denk ik. Ik denk het wel. Ja. Ja, dat ging ook voor de voedselvoorziening, hè? Ja, natuurlijk. Ja, dat snap ik. Ik bedoel, daarvoor gingen ze ook in de laatste oorlogsjaren aardappelen halen in Friesland en Drenthe en Overijssel. Ja, met de botter. Met de botter. Ja. En dat werd dan hierheen gebracht? Dat werd hierheen gebracht, werd hierover, de VBNA heette dat, wat dat een afkorting ergens van, maar dat weet ik even zo gauw niet meer. Nee. En daar moesten ze die dingen afleveren. Ja. En die werden dan verder getransporteerd het westen van het land in. Ja. En vooral het laatste vorig jaar, toen we met die spoorwegstaking en zo. In drie, ja, precies. Over het IJsselmeer heen de enige weg om eraan te komen. Nee, precies. Ja. Ik hoor met die watersnoodramp in 1953 zijn er geloof ik ook botters heen gegaan. Ja. Hè? Ja. Er zijn op zondagmiddag zijn er een stuk of 6 hier vandaan gegaan met een dieselmotor erin. Die moesten eerst, want die hadden wat meer power. Ja. En die zijn gegaan en dan moesten de anderen. Mijn vader heeft het laatste jaar gevist, want die lagen 's winters klaar, het was in de winter. Dus degene die 's winters visten, die kwamen in aanmerking, want de rest van die boters die lagen afgetuigd hier in de haven. Ja, in de wintermaanden, als die mensen ergens op het land werkten. Mm-hmm.
Mijn vader was toen ook nog 's winters in de visserij. Is het laatste jaar geweest dat hij 's winters viste. Dat kan ik goed onthouden daardoor. Ja, dat snap ik, ja. Want het volgende jaar moesten de nieuwe netten komen. Want de maat van de snoebas, die ging van 38 naar 42 centimeter. Die mocht je dan hebben? Dat wil zeggen dat ze dus een iets grotere snoebas, die is ook iets dikker. Ja, precies. Dus dan moest er een nieuwe maaswijdte van die netten komen, ja. Iets meer. Ja, vanwege de... En hij zegt toen, als ik naar de laatste paar jaar kijk, die verdien ik nooit meer terug. We houden de zwitters mee op. Juist, ja. Want dan was de investering te groot geweest. Ja. Ja, dat snap ik. Ja, precies. Ja. En toen helemaal maandag was, toen was gebleken, die gingen met die dieselmotor. Die lagen dus in de buurt van Willemstad. Daar waren ze dus... Ze zijn waarschijnlijk de hele nacht doorgevaren, binnendoor. Ja. Ja. En daar stond zoveel stroom, dat ze met die 20 pk motoren, want die dieselmotoren die waren ook maar 20 pk, maar meer mocht niet op het IJsselmeer. Oh, en die konden niet tegenin natuurlijk. En die konden niet tegen de stroom inkomen. Oh, donders. En toen werd het al duidelijk, degene met de benzinemotor hoeven helemaal niet meer te gaan, want die kunnen helemaal niks uitrichten daar. Initiatief was heel goed. Ja. Alleen het lukte in de praktijk niet. Nee.